10 augustus. Het was de verjaardag van Rico. Ik ging naar de begraafplaats om hem te bezoeken. Zijn graf lag best wel ver bij de ingang vandaan. Ik had een fles Hennessy bij me en een pakje Marlboro. Ik had een tijdje bij zijn graf gezeten, met hem gepraat, gedronken en gerookt. Toen ik terugliep naar de uitgang ging het weer mis. Het was nog erger dan de keer in het diergaarde bij Leidorp. Beide benen sleepten en ik had niets om het te ondersteunen. Ik moet denken, dit was toen ik Niven van dat heb ik dan niet gelezen. Ik wist nog niet dat ik MS had toen. Nee, cool. Dus beide benen sleepten en ik had niets om het te ondersteunen. Het was nog een stuk lopen naar de uitgang en ik raakte in paniek. Ik raakte de weg kwijt en ik zag ook niemand meer bij de begraafplaats. Want die ging al bijna sluiten. Het was al 5:30. Ik dacht, als dit een grap is van boven, dus van Rico, dan vind ik het een slechte grap, man. Het was zwaar om zo slecht te been te zijn. En het grind maakte alles nog alleen maar erger. Yes, once again, live vanuit de Akneton. Speciale gasten in de building. Braka. Yes, straight from the hood. Van de straten van Amsterdam. Hebben we Winston. Make some noise. En mijn partner is Shine Zakaria. What's good? Yes, sir. Lekker heren. Aha. Welkom bij de nummer 1 NL Hip Hop Podcast, de Doofpot. Waar er in niemand anders dan behalve in onszelf geloofd wordt. All praises due to the most high, all the time. Yes sir, Winston, fuck man, welkom man bro. Dankjewel. Gruwelijk man bro. Dus check dan, dus mijn homie, je weet toch, Zakari, die vertelde over jou. Hij zegt, yo, ik heb een mattie. Winston, die man is gewoon move the balance, day one supporter gewoon. Je weet toch, die man heeft een sterk verhaal man. Die man moet bij je langskomen, Kane. Die man moet zijn story gaan doen. Hij gaat mensen inspireren die, je weet toch, door hetzelfde gaan waar hij doorheen gaat. Toen zei ik van, hè? Maar dan waar gaat hij doorheen dan? Hij zegt, die man heeft MS. Ik zeg, wow bro, ik weet, is iets met een soort spierziekte of zo toch, maar ik weet er heel weinig van. Ik denk, laat Winston komen man, laat Winston komen en laat hij gewoon zelf vertellen eigenlijk. En dat ga ik je nu meteen vragen. Winston, ja. Wat is MS man bro? Als eerst, thanks voor de introductie. Heel lang was het. Hoor. Ja, hè? Maar, MS is dus geen spierziekte, dat denken veel mensen denken dat. Ah. Maar het komt omdat het is een aandoening van het zenuwstelsel. Dus de signalen van mijn hersenen komen niet goed aan bij de spieren. Ah. Daarom lijkt het. Dus wanneer ik loop, gaat het allemaal niet vanzelf. Als ik de trap op moet, mijn benen krijgen de signalen niet om omhoog te gaan. Dus oh, het lukt man, bro. Niet. Weet je, wow. Zelfs lopen lukt daardoor ook niet. Wow, bro. Je weet toch, dit is echt. Dit is even een onverwachte hoek voor mij. Hè? Ja. Want echt, bro, ik ben zo onwetend wanneer het op dit aankomt. Ik heb er wel van gehoord. Je ziet, ik interpreteer het al helemaal verkeerd. Ja. Het is gewoon niet eens dat. Maar is wel. Maar bro, hoe is dit tot stand gekomen? Niemand weet de oorzaak. Maar ik weet alleen, ik ben. Ik reed naar huis en toen ik de auto achteruit in wilde parkeren, draaide alles. Ik denk, toen moest ik uitstappen, maar de hele wereld het ging heen en weer, alsof de wereld danste. Juist. Dus ik wist ook niet waar ik mijn voeten neer moest zetten. En dat heeft, weet je, die duizeligheid heeft 2,5 maand of zo heeft het geduurd. Wow. En dus ik kon niks, alleen maar op mijn zij zitten, dan was de wereld recht, dus ik kon helemaal niks doen. En toen uiteindelijk heeft na hele lange veel onderzoeken, zijn ze er in eind december van 2005 zijn ze erachter gekomen. Maar het was eigenlijk. Toen zijn ze erachter gekomen, maar ze hebben in januari hebben ze het gezegd. Ze lieten me de feestdagen eerst vieren. Ja. Ze waren hier toen nog niet inlichten. Ze denken, we gaan het niet verpesten maar voor. Maar ik wist al dat het was. Ja, tuurlijk man bro. Ja. Hé, man bro. En ik probeer me dat in te beelden en Mino Mangiera. Het is heftig, man, bro. Ik ben ook lange tijd depressief geweest. Ja, hè? Want daarvoor natuurlijk had je er geen last van. Ik had nergens last van. Lexiboy gewoon. Hoe zag je Libië eruit? Ik had gewoon mijn baan. Ik had een huis gekocht. Ik had het best wel voor elkaar. Ja. Kinderen, alles ging goed. En ik denk,
In 2005, zie je Marty van Mariko, oké, ook al, die is... Ja. Weet je, die is toen gegaan en... Ja, rest in peace. Rest in peace. En ik denk, dat heeft het getriggerd, dat het toen eruit gekomen. Want het was in april begonnen, de MS. Ja. In ieder geval, ik wist nog niet wat het was. Mm-hmm. Maar als ik erover nadacht, nadat ik het al wist, als ik erover nadacht, wist ik van, het was al eerder begonnen. Een maand of zo eerder. Weet je, maar ik denk door die verdriet en die stress wat ik toen had, dat het daardoor eruit is gekomen. Heftig man, bro. Ja. En zeg maar, toen op het moment dat dus het geconstateerd was van ik heb MS. Oké, tuurlijk, ik kan me dat ook heel erg goed inbeelden. Je gaat echt door een depressie toch? Want hoe ging je toen doen met je koopwoning en met, je weet toch, alles wat je opgaat, je werk. Hoe heeft je werk met dit omgegaan? Zeg maar? In het begin wilden ze me niet eens geloven. Dat was nog het ergste. Ja, toch, want je was gewoon flexie, toch? Dat was flexie, maar gewoon dat je gewoon... Weet je, ik kon niet eens mijn zoon, ik had toen een zoon van... Mijn zoon is nu 20, die was toen 3. Mm-hmm. Nou, hij was nog niet eens 3. Maar in ieder geval, ik kon niet eens met hem spelen. Ik kon niks met hem doen. Omdat ik misselijk was, ik kon niet tegen babygeur. Ik kon niet tegen parfum. Mm-hmm. Ik kon nergens tegen. Mm-hmm. En dan zegt het werk van... dat ik me moet melden. Ja. Ze geloofden het niet. Elke week, een paar keer per week, werd ik gecontroleerd bellend. Ik zei zo even, kom steeds hier naartoe. Dus dat was het. En toen ik uiteindelijk hoorde wat het was, toen legde ik het, weet je, toen ging ik gelijk naar de... Arbo-Ars. Nee, niet de Arbo-Ars. Een van de hoge management. Ik liet hem zien, kijk, dit heb ik, weet je. Toen kreeg ik dus, natuurlijk krijg je dan je excuses voor alles. Tuurlijk. Maar voor iemand die nooit ziek was, als ik dat zeg van ik ben ziek, weet je, geloof me. Ja. Dat is ook een beetje het systeem waarin we leven, toch? Ja, weet je, die mensen, ze nemen niks van jou aan, weet je. Je moet echt bijna letterlijk doodgaan voordat ze pas geloven dat er echt iets met je aan de hand is. De Arbo-Arts was nog het ergste, ja. Een Surinaamse Chinees. Dat is nog het ergste, hè? Altijd, hè? Gewoon een contrayman, hè? Man, jongen. Ja, een Surinaamse Chinees die nog niet lang uit Suriname was. Ook dat nog. Weet je, omdat ik daar zo naartoe kon, ik moest nog steeds naar Schiphol, terwijl ik amper kon rijden, weet je, toch moest ik naar Schiphol, naar de Arbo-Arts. En die man kijkt me constant lachend aan als ik hem wat vertel. Dus ik zei hem, waarom lach je als ik je iets serieus vertel? Weet je, wil je me man, denk je dat hij gewoon meteen van ja, die man breekt. Maar deed hij dat ook zo met die witmangs eigenlijk? Nee, natuurlijk niet. Snap je dat? Het is toch belachelijk weer. Ja, man, bro. Nee, want ik had van een aantal gehoord die door de rug waren gegaan, dat hij gewoon makkelijk was. Gewoon ga maar weg, blijf maar 2 weken thuis en zo. Maar zeg maar, achteraf gezien, zeg maar, wat denk jij dat beter had gekund in de communicatie tussen jou en Arbo-dienst of bedrijfarts? Ik wou gewoon dat ze me hadden geloofd. En dat ik niet steeds... Dat zie je met rust gingen laten. Het leek alsof ik moest bewijzen dat ik ziek was. Maar dat ze je met rust moesten laten gewoon. Dat nee, ze konden kijk, het bellen, elke week mij opbellen vond ik het ergste. Terwijl ik al zei van, waar ik last van... Ik kon niet zeggen dat ik MS had. Omdat je wist maar het niet. Maar ik kon je wel goed vertellen waar ik doorheen ging. De klachten. En ik vond daar dat ze moeten geloven. En als ze niet willen geloven, hadden ze moeten komen. Zodat ze en je werkt al lang daar, hè? Ja. Het was niet dat je net 2 weken in dienst was of zo, hè? Nee, ik ben het. Toen ik ziek werd, was ik al jaren daar zo. 7 jaar, 8 jaar. Man. Dus eigenlijk in principe zou al eerder professionele hulp moeten inschakelen, zeg maar, om te kunnen constateren van... Wat is er met die keel eigenlijk aan de hand? Iemand die verstand heeft van een MS, of in ieder geval van neurologische klachten of zo. Juist. Niet iemand dat als ik je iets uitleg, dat die... Notitie maakt en denkt van, waar hebben we het over? Hij lult. Ja, man, bro. Frustrerend is dat, man. Terwijl ik zelf niet eens wist wat er was en elke dag dat ik opstond, dat vond ik het ergste, want elke dag dat ik opstond, hoopte ik dat het weg was. Ja. Want hoe het kwam, zo hoopte ik dat het ook zo wegging, natuurlijk. Ja, weet je, maar dat gebeurde dus niet. En toen alles weg was, in duizeligheid, daarna liep ik slecht. En toen pas toen gingen ze het beter kijken, want ze stuurden me steeds naar de KNO als een ziekenhuis. En toen later stuurden ze me pas naar een neuroloog. Toen ging het wat sneller. Toen zaten we al in november. Was in april begonnen. Ja. En hoe heb je zeg maar die POA gekregen, die kracht om te denken van... Hey man, ik ga die psyche, wat ik heb, ga ik niet zeg maar mij doen laten regeren in mijn leven. Ik ga nu de overhand proberen te nemen.
dat, is dat heeft wel even geduurd, hè? Hey, dat heeft lang geduurd. Ja. Ik heb, weet je, ik had, eigenlijk is het gebeurd in 2015. Dus dan zijn we 10 jaar verder. En toen was ik, ik had ruzie met mijn vriendin, met Esther. Dus ik ging het huis uit. En toen was ik bij mijn moeder thuis. Dus toen dacht ik, ik werd 's nachts op de kamer, weet je. Maar ik dronk heel veel in die tijd. Ik zo mijn klem. Ja. En bij mijn moeder thuis had ik eindelijk een nacht dat ik een beetje nuchter was, weet je. Dat ik amper had gedronken. En toen zat ik na te denken over alles. Kijk hier, ik ben 45, ik ben bij mijn mama thuis, terwijl ik bij mijn gezin kan zijn. Juist. Weet je, ik heb een relatie verpest. Straks fok ik deze ook op. Ja. En alleen maar door zelfmedelijden, dat ik zoveel ben gaan drinken, dat Juist. Ik me zo gedraag. Terwijl, weet je, ik had zoiets van, ik moet alles anders doen. Man. Ik moet mensen weer trots maken. Ik heb veel mensen pijn gedaan doordat ik me zo heb gedragen. Weet je, terwijl iedereen slachtoffer was. Van mijn MS. Yes. Zo had ik het nog geen enkele keer gezien. Ik had alleen zelf meelijden. Ik dacht gewoon dat... Ja, ik loop ermee. Jullie hebben er geen last van. Maar iedereen had er last van. Toen wist ik van, nee, maar ik moet veranderen. Ik moet alles anders doen. Het is echt moedig van je, man, bro. Ja, ik dacht van, sterk, hè? Mijn kinderen had ik het verkeerde voorbeeld gegeven. Ik dacht van, ik ga ze het goede voorbeeld geven. Ja. Opgeven is geen optie. Ja, ik had toen opgegeven en nu ga ik niet meer opgeven. Ik ga alles terugpakken wat ik verloren ben. Ja, man, bro. Ik voel die tranen in mijn systeem van binnen. Ik zeg je echt eerlijk, man, bro. Gewoon, je weet toch, van die medeleven van wat je vertelt, man, bro. Ik kan het ook voor me zien wat je vertelt. Want ik voel ook die emotie en die realheid. Je weet toch van die shit wat je vertelt. Echte move to balance strijder. Ja. Echte move to balance strijder. En wat werd toen jouw eerste stap, zeg maar? Je weet toch dat jij... Ik wist eerst nog niet wat ik moest doen. Ik voelde aan alles. Dus in één nacht is het veranderd. Mijn mindset veranderd. En ik wist dat ik mooie dingen zou doen. Ja. Maar wat wist ik nog niet? Ah, ja. Ik wist van, ik ga iets goeds doen. Ik wist alleen nog niet wat. En toen zag ik de volgende dag zag ik op televisie zag ik de Nijmeegse Vierdaagse. Zag ik van, dat wil ik eens doen. Ja? Maar het was eigenlijk te hoog gegrepen natuurlijk. Ik heb me wel ingeschreven, maar het is niet doorgegaan. Maar toen zijn we voor iets anders gaan, ben ik 5 kilometer ben ik gelopen met een wandelevenement. En ik kon nog geen 50 meter lopen. Ik heb keihard getraind, gewoon echt maanden getraind. Want ik moest meer dan 50 meter kunnen lopen. Want eigenlijk moest ik toen alleen een rolstoel. Ja. Ik kon die lange afstanden niet lopen. Maar ik heb het gedaan, dat was de eerste keer. En toen zag ik, van, iedereen was trots. Weet je, een groepje mensen, oude vrienden liepen met me mee, Esther liep met me mee. Ja, shout-out naar Esther, je vriendin, man, bro. Ja, maar ze hebben gesteund en alles. Ja, man. Weet je, en toen, en iedereen zag hoeveel moeite het met me kostte. En ik kwam als laatst binnen, weet je, maar ik kreeg mijn applaus. Ik dacht van, dat is het. Ja, man. Maar gewoon omdat ze jou zagen knokken, ze knokten met jou mee, man, bro, om jou ook te poweren. Ja. Iedereen was toch al weg, toch? Je hebt net bij deze nog niet, dat was bij anderen. Bij deze waren nog wel mensen. Weet je, maar toen iedereen al weg was, was 10 kilometer. Ging ik voor het eerst 10 kilometer lopen. Maar was een hel. Ik had het gehaald. Weet je. Iedereen was al weg. De organisatie, of alleen de mensen van de organisatie waren er. Maar ze waren het opruimen. En toen kwamen wij binnen. Ze waren helemaal niet verwacht. Het was net een film, mensen kwamen opeens van alle kanten. Er is nog iemand. Ja, emotionele tory, man, bro. Wat je daar geeft, toch, bro? Je bent een knokker, man. Ik wil je more power geven, man, bro. More power to you, man. Ja, maar zeker, man. Zakaria, broer. Je weet toch, we maken een sprong naar jou, man, bro. Ik bedoel, deze man heeft een sterk verhaal. Hoe hij zo aan het knokken is geweest. Je weet toch, om te dealen met zijn situatie, man, bro. En ik weet voor mijzelf dat... Jij moet ook een bepaald moment hebben gehad in jouw libie dat je gewoon dacht van, we gaan het gewoon eventjes anders doen nu, man. We gaan echt nu even move to balance gewoon nu, je weet toch? En ik vraag me ook af als stratimang naar stratimang, je weet toch, hoe heeft het die journey voor jou eruit gezien dat je dacht van, ik ga het gewoon omgooien nu? Ja, wat hij al zegt, weet je, je krijgt veel klappen, je maakt veel mee. Nee. Je moet een dikke huid hebben. Achter de schermen traantjes laten. Weet je, mensen gekwetst, mensen pijn gedaan. Want wat hij zelf al zegt, als jij zelf in die film zit, vooral die Fast Life, het interesseert je eigenlijk niet, weet je. Kijk net als nu bijvoorbeeld wat er is gebeurd hier met Biggie Dagu, die rapper. Ja.
ja, weet je, zijn moeder zei het ook al van, pas op wat je rapt, want alles komt uit. En nu huilt moeder, vader, families, iedereen huilen. Maar die jongens, ja, ze staan daar, ze doen hun ding en het maakt ze niet uit, weet je. En als je goed kijkt naar die pogels, alles is bang, bang. En maar dan kijken wij terug en eigenlijk, ja, wij waren ook zo. Juist, we kunnen ze niet blamen, man, bro. We kunnen ze niet blamen, wij waren ook zo, weet je. Ja. Iedereen wilde Tony Montana zijn, iedereen wilde, ja, je weet toch? Dus juist, op die berg zitten. En ja, dan komt het ook uit van, ja, met wie ga je om? Welke mensen heb je om je heen, weet je? Want uiteindelijk, je weet zelf, fast life betekent dat je in een slangenkuil zit. Ja. Weet je, die broeder die jou omhelst, die in je oor slist, dat is degene die jouw keel doorsnijdt, snap je? En op een gegeven moment, ja, dan zie je dan steeds, weet je, dan glij je af. Je gaat dieper erin. Ja, al die verhaaltjes wat je ziet op Videoland, Netflix. Ja. Is real life voor ons, begrijp je? Ja, man. Heel veel mensen hebben geen realisatie en we praten er ook niet over. Nee. Maar uiteindelijk, ja, weet je, we zijn Amsterdammers, snap je toch? En ja, we zijn een klein landje, maar over de wereld representen we sterk. Ja. En op een gegeven moment, ja, kijk, broederschap is voor mij belangrijk. Je weet zelf, weet je, de islam, we zijn moslims, broederschap, alhamdulillah, belangrijk, weet je, en broederschap op straat is een moeilijk ding. Is moeilijk, ja, man. Is een moeilijk ding, want uiteindelijk, de duivel is money, weet je. En voor money gaan mensen gaan heel diep, heel ver. En op dat gebied ben ik te emotioneel. Dus dan, weet je, dan wil ik je eigenlijk kieren, wil ik je dan. Want je weet toch, en dan vinden ze je weer niet diplomaat. Want heb je hem weer, hij wordt mad om de dingen. Want ik vind, als jij mijn brother bent, net als hij mijn brother is, weet je, maar dan komen we zo op hoe dat verhaal is ontstaan. We zijn brothers. Als die man in iets zit, dan zit ik ook in iets, begrijp je? Ja. En niet alleen maar wanneer de zon schijnt, dan wil je je zonnebrand opsmeren of zo. Want wanneer dit regent en het stormt, dan moet je ook die paraplu zetten. Is dat je toch? Ja, dan moet je er ook zijn, ja. Ja, en uiteindelijk, als geld in het spel is, is dat toch een heel moeilijk ding. Dus op een gegeven moment, ja, je weet zelf, heel veel mensen gaan dood, gaan gevangenis in, lopen op straat te bedelen. En dan zie je toch hoe dingen, ja, weet je, mijn trots is iets wat me altijd wel, het heeft me opgefokt, maar het heeft me ook wel hoog gehouden, snap je? Ja. En ja, dan op een gegeven moment zie je gewoon van, hey, je bent die sportman, die Libby is die Libby, maar je moet altijd fit zijn om in die Libby te kunnen zijn. Ook dat, zeer zeker. Maar ook dan, wat zou je willen doen, weet je? En gelukkig dat ik altijd met mijn sport bezig was en die sportman was, was dat toch altijd met mijn cover. Hij is trainer, hij is personal trainer, hij is, ja. Snap je? En ja, dat was toch altijd wel mijn redmiddel eigenlijk, doordat, ja, iedereen, weet je wat het mooiste is? Als je dan bijvoorbeeld in een relatie zit of zo, of je hebt een vriendin of iets dergelijks, en ze weten van, je bent een straatman. Die mensen denken dat in de film is dat je gaat naar buiten en je komt thuis met zakken. Snap je? Ja, was het maar zo. Nee, maar snap je? Was het maar zo. Toen kwam het van, hey. Dus wanneer je thuis komt en je hebt gelopen zoeken, ze weten niet wat je allemaal op moet doen. Begrijp dat voor ontbering, kills achter je aan rennen, door sloten springen, weet ik veel wat. In Watra verstoppen. Snap je? Weten ze allemaal niet. Ze van, ja, kom je weer met niks. Gezeik met jou. Wat ben je nou voor een boef? Een slechte boef ben je. Begrijp je? Dus ja, op een gegeven moment je kijkt naar die Libië, je ziet van, hey broer. En het gaat niet gelijk natuurlijk, weet je. Het gaat mondjesmaat. Juist. Maar ja, een kooi, je weet toch zelf, ga je naar kooi, al dat soort dingen. Heb je ook genoeg tijd om na te denken. Ja. Ja, weet je. En dan zie je gewoon van, hey, het personal trainen, dat is wel eigenlijk iets wat ik gewoon wel echt leuk vind en ambiëren. Yes. En dan ga je eerst op de persoonlijke titel ga je ding doen. En op een gegeven moment, toen ging ik in 2008, moeten we namen creëren. Kijken wat past het beste bij je, want die sportschool-eigenaar die zegt van, ja, weet je, je staat professioneler als je ook op je factuur en zo, dat je in plaats van met je eigen naam ga iets ontwikkelen, weet je toch? Dus, ja, het is een brand. Ja, eigenlijk. En begon ik met Move to Balance eigenlijk. Meteen al? 2008. Gruwelijk. Maar dat begon met personal trainingen. Yes. En uiteindelijk ging het eigenlijk heel snel. Want dan zat je bij die Jet Set sportscholen, dat je bekende sporters, BN'ers, al dat soort dingen had ik. Maar ja, op een gegeven moment denk je van, ja, pff, weet je, is dit het?
Dus was ik eigenlijk ook alweer snel klaar daar. Toen ging ik eigenlijk trainingsmodules voor kinderen ging ontwikkelen. Goed. En dan ging ik zo op die manier ging dan met de scholen werken en zo. Maar ik had met de kerel van Zuidoost had ik een goed contact. En had ik eigenlijk meer ook een handjeklapsysteem met een gewoon oude jongens krentenbrood. Van, hey vriend, je weet toch, het hoefde niet op papier, het was goed zo. Ja. Toen hadden we meer dan 40 scholen. Ik had meer dan 30 trainers had ik voor me. Maar bedoel je gewoon 40 scholen over Amsterdam? Over Amsterdam. En dan ging je naar die scholen toe? En dan ja, ging je reguliere zeg maar... gymlessen gingen we geven. Ah, alleen de Move to Balance methode. Ah, dope. Ja, dus ook dan... Ja, je had een speciale programma. Ja. Was en wat ook... onderscheidde jou toen op dat moment in die tijdsgeest met jouw programma in vergelijking met die andere sporttrainers? Omdat zij gewoon meer zeg maar een spelletje ervan maakten. En voor mij was het meer een spelletje met een pedagogische achtergrond en de pedagogische insteek. En al was ik dan nog niet pedagogisch onderbouwd, de Universiteit des Levens... Die is heeft daar genoeg geschoold. Snap je? Dus ja, ja, ja. Dat was meer waard dan hetgene. En ja... Echt gewoon kleine terroristen, broer. Ja. Weet je? En noem eens een voorbeeld, noem eens een voorbeeld. Nou, je komt gewoon daar binnenin en dus je komt gewoon de school, die klas binnen, gewoon zeg maar die gymzaal. Ja. En het leek gewoon of je een aapul was, brother. Gewoon. Ik zweer het, die slingert naar die kant, naar die kant. En ik was iemand, ik af was schreeuwen en mijn stem is luid en zo. Ja, een fluitje, gewoon een fluitje. In het begin wisten ze nog niet wat dat ding was. Maar op het moment dat die accommodatie begint te werken daar voor jou. Yes. Op de plaats rust, broeder. Ja toch, rustpunt. Ja. En dan zeg ik in mijn eentje 40 van die rakkers, weet je. Dus die directeuren zelf die komen, die begrijpen er niks van. Ja, ja, ja. Brother, ja. Calvijn College, weet zelf, Calvijn ja, is ja, pijn ja, ja, op. Ja, hoofdpijn. Ach, rust. We got this. Rust. Grillen, rust. Weet je, of vader die mannen kijken. In the building. Sabi. Dus weet je... De dankbaarheid die daar natuurlijk ook in zit. Dus ja, even een andere steek. Want uiteindelijk, kijk, tegenwoordig de opvoeders zijn vrienden. Je ziet niet meer echt de onderscheid vader en moeder. Ze willen matties willen ze zijn. En ik vind dat een beetje fout, weet je. Want je bent gewoon vader en moeder. Ja. Of verzorger, weet je. Je bent, mattie is buiten de deur. Ja, weet je. Klopt. Later, wanneer je wat groter wordt, dan gaan we matties zijn. Want dan snap je meer van het leven. Maar als jij jong bent, tot die tijd... moet ik je even de basis meegeven. En ja, dat betekent toch? Mijn rules, mijn wetten. Ja, toch. Ontspannen. Dus dat toch? Blueprint. Ja, ontspannen. Ja, doe rustig, weet ja, je. Ja, ja, ja. En dat merk je met die scholen ook. Want veel ouders kwamen klagen. Ja, mijn kind krijgt de hele dag straf, dit en dat. En ik ben iemand, je weet het, ik ga je gelijk zeggen, zeg ik maar meneer of mevrouw. Als u nou beter uw best had gedaan om uw kind op te voeden, dan hoefde ik het hier niet te doen. Heb je dat echt gezegd, maar bro? Wat denk jij? Ja, hey, man. Ja. Maar bro, had je me dat had gezegd, bro, hoor, faceren. Nee, maar, dat, maar luister, kijk, en dat is het ding. Als jij eerlijk bent naar jezelf, jij kan niet boos worden op mij, vriend. Ja. Want jouw kind is een replica van jouzelf. Ja, 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 ja. Ja. Snap je? Ja, ja hoe je, wat je toestaat en tuurlijk, ja, hoe je weet laat, je, want ja. De manier hoe een kind mij al aanspreekt, dat zie ik al wat thuis normaal is. Ja, klopt. Een manier hoe een kind zich gedraagt hier, is wat thuis normaal is. Nog steeds vind ik dat kinderen u moeten zeggen tegen ouderen. Broer. Geen je en jij. Broer, kijk, en dat, het zijn allemaal van die kleine dingetjes. En ja, we zitten in Nederland, we zitten in Amsterdam, weet je. En als je kijkt met... Dus kijk, nu is het wel een beetje anders, vind ik. Want ik vind nu ook dat de Surinaamse... rakkers een beetje een vrijgevochten boel hebben. Ja. Maar als je officieel kijkt, dat ik maak het al gewoon mee dat jongens van 4 jaar of 5 jaar, dat wij gewoon lopen gewoon. En dat die gewoon tegen je moeder zegt, schijt hoor, hou je bek dicht. Serieus? Brada. Hoe dan? Als jij kleine witboys gewoon hoort tegen je moeder gewoon, ach hoer, donder op, dit, dat, flik, pak dit, pak. Bro. Dat, ik keek gewoon vol bewondering. En je weet, je kennen we maar ook gewoon. Ja, 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 ja. Ik heb boy in durf mijn nakino, man. Bro, serieus, hè? Is lijp, hè? Kijk, maar nu, ik ga niet liegen. Nu ook, vind ik ook, bij de Surinaamse gemeente. Het is allemaal te vrij. Het is allemaal, ja. Het is allemaal te gezellig, weet je? Ja. En eerlijk is eerlijk, het is puinhoop. Ik vind het puinhoop, weet je? Dus en we zouden eigenlijk meer ons moeten concentreren... ook als voor diegenen dan die erin gespecialiseerd in zijn... om die jongeren ja, toch meer te begeleiden eigenlijk... naar een wat hogere norm en standaard, zeg maar. Ja, kijk, en daarom is het altijd het beste, weet je, de beste stuurlui staan aan wal. Dus als jij wat wil veranderen, dan moet je er zelf ook mee doen. Beginnen. Dus dat is ook de nieuwe weg die ik nou ga inslaan, weet je. Maar wacht even, voordat we die nieuwe weg in gaan slaan. Daarvoor dus was dat dus die bewegingsreden al naar een move to balance toe in principe.
Ja, want je wilde wat anders doen dan alleen het trainen. Gewoon een simpele trainen. Yes. Dus toen ging ik dat doen. Maar toen was uiteindelijk de grootste wanbetaler voor mij was de gemeente Amsterdam. Mm. En altijd die gemeente Amsterdam, stelletje misbaksels. Ja. Weet je? Mm-hmm. En ze hebben me echt gefokt gewoon. Echt gefokt, dat ik gewoon echt even... Hoe ja, hebben ze je gefokt dan? Gewoon door hun facturen gewoon niet op tijd te betalen? Niet betalen gewoon. Kijk, weet je, het was die kerel van die handjeklaptori. Het was gewoon een puinhoop met hem. Dat betekent dat hij had gewoon trainers, had hij op locaties had hij staan. En die trainers, die kwamen gewoon niet opdagen. Dus er staan er gewoon 20, 30 kinderen, die staan daar gewoon in de les. Weet je, die hebben niemand. Mm. Ik, wat is dat? Werkt toch niet zo? Bam. Dus wat gebeurt er? Dan belde hij Move to Balance. Hé, hey, hup. Brada, binnen 10 minuten had ik gewoon iemand op een locatie staan. Maar niet zei het waar. Mm-hmm. Op een gegeven moment... Ik heb zijn puin heb ik opgeruimd. Waardoor hij naar voren werd geschoven als... Het gezicht. Het gezicht, de man dat hij het goed doet en weet ik veel wat en zo. Dus kreeg hij een nieuwe junta bij Stopera. Mm. Dus hij is gepromoveerd van ghetto boy ja, naar... Stopera. Maar het is gewoon een oude witman of zo, ja, daar ja, niet van. Maar hij staat wel daar in de ghetto, weet ja, je. Ja, nu ja, gaat hij naar Stopera. Je weet, wanneer ja, is hij naar Stopera gaan? Ja, 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 ja. Je toch, is ineens is het... Rollende R, die rollende R. Ineens is die man het mannetje. Ja, ja. Maar wat is dat ding? Wat ik al zei, oude jongens, krentenbrood. Handje klap. Dus een fout wat vele ondernemers maken, vooral in het begin. Alles opschrijven, jongens. Alles moet zwart op wit. Geen, ik geloof je op je blauwe ogen en dat soort dingen. Nee, schrijven, tekenen. Bam. Ja, toch. Is lesgeld, broer. Ja. En niet gedaan. Ja, zie je. Nu krijgt die man een vervanger. Een zakka zakka wit, man. Mm. Echt een... broer. Dus... Je weet toch, je gaat in een allochtone buurt ga je werken. Maar je haat die mensen gewoon. Ja, weet je ja, dat? Ja, 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 dus ja, je ja, voelt ja, gewoon van... Ja. En hij ging ook zo zitten zo. Dat is een grote wit man. Dat is groot. Zat hij zo. Ik geloof er helemaal niks van. Zeg je dat? Ja, zei, ik geloof er helemaal niks van. Die afspraken kloppen niet. Ik zeg, luister. Bepaalde projecten... had ik met die man afgesproken. Kijk, luister. In het begin, trainen krijgt 35 euro per uur. Ja. Ja? Dat wisten wat zij uitkeren. Dat is een beetje de normale norm voor die trainers, dat ze dan hun ding doen. Uh-huh. Maar ik had een andere afspraak met hem. Ik zeg, dat is goed. Ik zeg, maar mijn trainers zijn even andere level. Dus dan gaan we het anders doen. Dan geef je mij projecten waar mijn trainers 60, 70, 75 euro kunnen pakken per uur. En dan is het een groter project. Ja, die man, oké, is goed. Maar niet zwart op wit. Dus wat was het? Wat we hebben afgesproken, het ging een beetje zo door elkaar heen. Maar ik wist precies hoe of wat en hij wist precies hoe of wat. Maar toen die man kwam, toen zag je dan die afspraken die wij hadden. Van, hé, daar pak ik 35, daar pak ik 75. Hij dacht, hè? Hoe kan dat? Maar omdat bepaalde projecten hebben ook bepaalde expertises nodig. En die expertise die je nodig hebt, die moet je gewoon even... goed verdelen. Dus dat betekent, ik kan niet gaan zeggen van, ik ga nu zeggen van, hey, weet je wat, op die 35 project zet ik een 75 trainer. Mm. En dat gebeurde dus wel. Mm. Dus, weet je toch, was het een heel geschakel, heel gedoe. Uiteindelijk, je gaat kapot. En die man, hij bleef maar gaan. Ik moest rechtszaken doen, een heleboel gezeik. Hey brother, ik zeg je eerlijk, ik heb gewoon een dag gehad daar, ik ga die hele Fasantenhof opblazen gewoon, broer. Ja, toch, tuurlijk. Want waarom? Kijk, ik heb het met mijn hart en mijn ziel gedaan. Ja. Ik heb zelfs gewoon geld moeten bijleggen. Maar ik spande me niet, want ik denk, weet je wat? Op die manier doe je toch iets terug voor de hoed. Je weet toch? Ja. Ik bedoel, je komt daar vandaan. Bimrang, je weet toch? Je bent een bimsmannetje. Kraaienest, pap, weet je wat? We sitcom. Mm. Dan komt een of andere Pipo de Clown. Die gaat jou daar gewoon vertellen van, nee, dat is niet waar, daar geloof ik niks van. Ja, bewijs het maar. Bewijs het maar. Maar het ergste was, op het moment dat ik die dingen moest doen... moesten andere mensen voor mij waarnemen, want ik zat in de kooi. Ja. Snap je? Dus zie je, dus kijk, het is gewoon heel erg belangrijk dat je echt gewoon je papierwerk gewoon goed regelt. Papierwerk is heel belangrijk. En wat de hood echt goed moet begrijpen is dat iemand die niet van daar is, eigenlijk geen business heeft om daar te komen en om te gaan willen regeren en je weet toch, willen gaan sturen en zo. Dat het is eigenlijk gewoon, als je terugkijkt, is gewoon echt, ja, weer, hij voelde zich net die slavenmeester. Ja, gewoon, ja, ja. Ik snap wat je zegt. Terwijl, uiteindelijk, ik heb met hart en ziel heb ik die dingen gedaan. Want als jij zag hoeveel ik in de min ben gegaan daardoor, weet je, maar ik dacht van, hey, brada, dus Span, weet je, via het komt eigenlijk wel op een andere manier gewoon terug.
En toen was ik er eigenlijk helemaal klaar mee, ja. Weet je? En ja. Maar dat is het systeem gewoon, hoor. Kijk, het systeem die plaatst eigenlijk een dezelfde groep mensen steeds, autochtonen, in de allochtone wijken. Ja. Ook in Amsterdam-Zuid, nee, toch, heb je ook gewoon leerkrachten. Ja. Die komen dan op die multiculturele scholen. Maar dan weten ze niet om te gaan met die multiculturele achtergronden, zeg maar. Je weet toch, dus wanneer de bepaalde dingen zich voordoen, ja, weten ze niet hoe ze moeten reageren. Ze voelen er ook geen binding mee. Nee, ze hebben geen binding mee. Dus er vindt geen aansluiting, gezonde aansluiting plaats. Je weet dus toch, zij kijken puur cijfertjes. Ja, het is gewoon het bezetten van banen die voor het systeem van groot belang zijn, dat die door hun worden ingenomen, zodat ze kunnen blijven regeren. Snap wat ik bedoel? Maar weet je hoe ik dat ook zie? Is dat ik nu, zeg maar, hoe ik daarmee bezig ben nu, om me echt erin te gaan specialiseren, om dan ook echt die papieren, want zonder dat kom je gewoon niet. Alles is HBO+. Ja. Alles van is HBO+. Maar weet je, de grap is, die mensen hebben jack shit ervaring. Juist. Ze weten geen moer ervan. Nee, klopt. Begrijp je? Wij drie die hier niet die papieren hebben, wij zijn veel sterker dan hun allemaal bij elkaar. Ja, klopt. Hun zijn gewoon booksmart. Ze zijn booksmart. Wij zijn hoodsmart. Wij zijn hoodsmart. Wij hebben moeten voelen. Wij hebben moeten... Ja, toch? Snap je? Kijk, levende voorbeeld daar. Juist. Daarom zeg ik, deze man en ik, is zonder dat we het wisten, al die connectie die er was, met zijn niveau, al dat gewoon mijn brada was, weet je? Dan deze man, gewoon het verhaal via anderen, via Raoul. Weet je? Esther benadert mij en ik luister naar die man zijn verhaal en ik voel die man. Direct. Ik voelde die man direct. Juist. En toen zei ik ook gewoon van je brother, jij bent de echte Move to Balance strijder. Die man heeft, trouwens hij kan het eigenlijk beter zelf vertellen, dat hij een grote sponsor had. En die heeft hem gewoon laten vallen. En dan Move to Balance als kleine... Ondernemer, die geeft hem gewoon die back. Rutututututut. Ja, tuurlijk man. Krakaka. Zeg het ja. Dus Winston, dus luister. Dus om terug te komen ook op dat verhaal van jou, dat je zeg maar toch, je weet toch, bij die finishline zeg maar kwam. Terwijl die orga die was al eigenlijk aan het inpakken en zien jou dan toch aankomen. Ja. Bro, dat is wel echt, ik moet er toch weer even aan terugdenken. Wel een eenmaal moment eigenlijk, hè bro. Ja. Hoe reageerden die mensen eigenlijk, dat ze jou nog aanzien komen? Ze konden het niet geloven, dik, maar ze kwamen klappen. Iedereen ging klappen, kwamen ze aan. Klappen kwamen ze aan. Gruwelijk. Je moet dan denken, toen we nog aan het lopen waren, we hadden nog 2 kilometer nog naar de finish. En in de verte hoorde je de muziek van het eindfeest. Toen is we komen nooit op tijd voor het eindfeest. Maar ze zijn al weg als we dat zijn. Ja, ja, ja. Dus, en het enige wat er nog stond, was finish. Ja. De rest, alles was zo weg. Maar de mensen kwamen klappen, kwamen ze aan. Heel. Vroegen ze me ook nog van, hoeveel kilometer had je gelopen? 5? Nee, maar 10. Dus ze konden niet geloven, want ze zagen hoe het liep. Ja, ja. Toch. Je kon het geen lopen noemen. Maar heb je daar nog beelden toevallig van? Ja, ja, ja. Ja, maar moet je me sturen, man, bro. Moet je me sturen, man, bro. En op een gegeven moment, heel knap, je hebt een boek geschreven, hè, bro. Ja. Ik pak het even erbij. Ja, mijn strijd tegen MS. Ja. Deze hier. Van zelfverzekerd naar onzeker, zo heb je alles, zo heb je niets meer. Ja. Alhamdulillah, brother. Dat is die Libi. Ja. En dat kan je alleen maar zeggen als jij uit de hoed komt, brother. Je weet zelf, weet je. Het is niet dat je in een gouden lepeltje ben geboren. Nee, het was gewoon struggelen, gewoon survivalen gewoon. En tot de dag van vandaag, bij alle drie hier aan tafel, weet je, is gewoon wat we altijd zeggen, you've got to move to get into balance. En never ever give up the fight, weet je. Never. Je ziet het als hetgene wat Daro is, als hij het al had opgegeven, was die man al lang klaar. En wat zo mooi is dat je dan ook hier ziet staan van als slogan van het boek van Mijn Strijd tegen MS. Wanneer het leven andere plannen met je heeft. Ja, precies. Ja. Is een wijze uitspraak die sterk, hè? Die hier staat. Ja. En zeg maar, hoe heb je dat moeten accepteren? Want het is heel makkelijk om het te zeggen. Ja. Je weet toch? Mensen zeggen heel makkelijk dingen. Ja. Maar niet altijd met besef. Nee, maar dus hun zegt het uit napraat. Ja, is gewoon. Nee, maar weet toch? Het bij, ook, mij is ja. het, bij mij is het besef. Dit alles, die hele tekst, alles wat ik heb geschreven. Is uit het hart. Wil je een stukje voorlezen? Is er iets waarvan je zegt van... Een stukje is er waarvan je denkt van... Ik zou het wel oké vinden om het voor te dragen, een klein stukje. Hey, maar je moet niet alles verklappen, ze moeten kopen. Rustig, ze rustig, kopen, rustig. Ze moeten kopen. Nee, maar ik weet niet... Of heb je... Ik weet niet precies, want dan moet ik... Het gaat lang duren voordat ik...
zoeken. Ja, want misschien overrompel ik je. Ja, dat doe je. Ja, hè? Ja. My bad. Je gaat straks ook naar een boekbespreking. Ja. Presentatie. Weet je wat, kijk, daar ga ik ook een stukje voorlezen. En daarom overrompel je me nu. Want ik dacht van, oh ja, ik zou lezen. Maar dat stuk was, weet je, over Martin Rico toen hij overleed. Ja, ja. Hoe het toen bij mij ging, dat stukje. Weet je, je kan het vertellen. Weet je, het grappig is, hè? Dat, ja, grappig. Ja, je weet, is het leven natuurlijk Amsterdam. Zo zie je hoe wij gewoon in Amsterdam, we zijn verbonden met elkaar zonder dat we het weten. Ja. Maar het moment dat dat ding gebeurt met Rico, sta ik daarvoor. Ik sta voor die garage. Ja. Is bij de ministry gebeurd het. Ja, ja, klopt. Snap je? Ik was binnenin. Jij was binnen, toch? Ja, precies. Dus Boneka, Sigge, iedereen daar zo. Ja. Al die mannen zijn beneden, zijn ze gewoon. En dat ding gebeurt. Maar die motorrijder komt langs of zo. En die man laat die tori vallen. En het is Vissa. Begrijp je? En op dat moment staat zijn leven gewoon op instorten. Maar wij hebben nog geen relatie met elkaar. Ik kende wel Urrel. Maar ik wist nog niet eens dat hij... Terwijl, dat is het. Als je zijn achternaam hoort, dan weet je gewoon van, is familie, snap je? Maar, ja. Heb je hem? Ja, ja, ik heb hem. Okay. En heel toevallig, weet je, dit is op bladzijde 31. En ik begin, en het gaat dan over Rico. En Rico is 31 jaar geworden. En toevallig staat op bladzijde 31. Ah, hey. Ja, man. En op 10 augustus, dat is vanaf waar ik begin te lezen. Dat was zijn verjaardag. Weet je, 10 augustus, het was de verjaardag van Rico. Ik ging naar de begraafplaats om hem te bezoeken. Zijn graf lag best wel ver bij de ingang vandaan. Ik had een fles Hennessy bij me en een pakje Marlboro. Ik had een tijdje bij zijn graf gezeten, met hem gepraat, gedronken en gerookt. Toen ik terugliep naar de uitgang ging het weer mis. Het was nog erger dan de keer in het diergaarde bij Leidorp. Beide benen sleepten en ik had niets om het te ondersteunen. Ik moet denken, dit was toen ik knippen van, dat heb ik dan niet gelezen. Ik wist nog niet dat ik MS had toen. Nee, dus beide benen sleepte en ik had niets om me te ondersteunen. Het was nog een stuk lopen naar de uitgang en ik raakte in paniek. Ik raakte de weg kwijt en ik zag ook niemand meer bij de begraafplaats. Want die ging al bijna sluiten. Het was al 5:30. Ik dacht, als dit een grap is van boven, dus van Rico, dan vind ik het een slechte grap, man. Het was zwaar om zo slecht op been te zijn. En het grind maakte alles nog alleen maar erger. 17:55. Eindelijk kwam ik bij de uitgang. Een 30 minuten voor een stuk waar ik normaal nog geen 10 minuten over gedaan zou hebben. Ik wist niet zeker dat er echt met mij aan de hand was. Maar wat, dat was nog de vraag. Ja man, bro. Fucked up, hè, brother. Ja, denk aan Tori gewoon. Je gaat gewoon naar de begraafplaats. Je mattie gewoon bezoeken. En dat het gewoon zo ver gaat dat je gewoon denkt van, hey, is die man met me aan het spelen? Wat gebeurt hier? Gewoon van wakkerman naar ineens, ik fok op. Je hebt geen flauw benul, man. En daar zie je dat mensen nemen alles te veel voor lief. Ja. Weet je, het is vanzelfsprekend. Take everything for granted. Terwijl die waardering. Gisteren zei ik het nog tegen iemand van, brother, ik wil alleen maar mensen in mijn leven die dankbaar zijn, man. Want je moet dankbaar zijn. Het feit hoe wij nu toch zo zitten. Kijk, ondanks dat die man zo fucked up is, die man staat er. Ja, 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 man. Die man staat er. En waar kan je dat boek voor krijgen, zeg maar, Winston? Als we het boek willen bestellen, waar kunnen we terug? Online zie je het overal. Als je gewoon al mijn strijd tegen MS, gewoon Winston Carillo doet, dan krijg je via Google. Dat zie je een hele hoop waar je kan bestellen. Maar bij Bookscout kan het. Bookscout? Ja. En kijk bij bol.com. Oké. Dus hij is gewoon online. Je weet toch? Die titel. Mijn strijd tegen MS. Dan komt hij overal. En bij de boekhandels ook. En bij mijzelf. Ja, man. Ja. Maar jullie moeten bij hem zelf gaan. Dan support je hem en niet die anderen. Is dat weer zo? Ja. Of niet, Winston? Ja. Ja, bij mij kan het ook, ja. En zijn er nog, naast dit, zijn er nog andere soorten van, weet je, activiteiten, dingen die je zeg maar organiseert of zo tegen de strijd? Weet je, tegen de strijd van MS? Nee, ik zelf niet. Dat je lezingen geeft of zo, of workshops? Of? Nee, dat niet. Maar er zijn wel plannen dat die waarschijnlijk aankomen. Maar dat is nog niet 100% zeker. Die dingen worden binnenkort besproken met mensen. Om ook motivatiepraatjes te houden en zo met jeugd. Ja man bro, ja. Ik wil je echt adviseren om zeg maar een soort van workshop op te stellen voor jezelf. Ja. Dat je mensen gewoon, je weet toch, een soort van inspireert. Hoe ze op de beste manier, je weet toch, door bepaalde
zware dingen van het leven kunnen gaan. Ja. Want je hebt veel meegemaakt, toch, bro? Ja. Dus weet je, je zit in een rolstoel. Weet je, je vecht tegen MS. Je weet toch, het is jou allemaal overkomen. Je moest het allemaal bevatten. Weet je, en er ging zoveel tijd overheen. En weet je, je hebt om je heen lopen te slaan. Ook uit verwarring, frustratie. Je hebt mensen pijn gedaan. Diezelfde mensen zijn nu de dag van de dag allemaal trots op jou, bro. Ja. Weet je, hoe, maar dat is het. Je ziet het niet, hè? Want kijk, de camera's, als je naar het kijken bent, weet je, wij zitten nu gewoon nu zo. Hij zit nu recht tegenover me. Voor mijn gevoel, hij zit gewoon op een stoel. Ja. Snap je? Want ik zie niks. Ja, maar we zien het wel in de camera. Nee, maar snap je? Ja. Maar als jij gewoon zo zit, dus. Maar zo ga ik er ook mee om. Hoe ik in mijn stoel zit, mijn stoel is mijn troon. Juist. Ik ben niet zielig. Nee. Weet je, er zijn geen mensen die met haar, als ik met Esther ben, dat ze met Esther gaan praten, omdat ik in de rolstoel zit, alsof ik daar niks kan. Precies. Nee, maar die energie straal je niet uit, man, bro. Dat bedoel ik. En dat wil ik ook laten zien. Of de rolstoel, maar zo voel ik me. Ja. Ik hoef niet te doen alsof zelf. Ik zit zelfverzekerd in mijn stoel, ik doe alles zelf. Ja, man, weet je, ik gooi zelf mijn rolstoel in mijn auto, ik rijd zelf auto, aangepast, dat wel, maar. En ik rijd ook geen auto die eruit ziet als een invalide wagen. Juist. Nee, maar dat is heel sterk van je, man. Dus je rijdt ook gewoon nog auto, man. Ja, man. Dik, man. Weet je, een normale auto. Dik. Het is wel aangepast. Nee, maakt niet uit. Heeft niks, maar ik kan rijden. Kom overal. Doe alles zelf. Gruwelijk, man. Rolstoel zelf. Weet je, dan moet hij dan pakken uit die rolstoel. Dan moet hij hem klappen. Dan moet hij hem erin zetten. Dan moet hij. Snap je? Dus dan moet hij zelf lopen. Dus het is niet van. Hij komt bij de auto en ik pak even mijn spulletjes en ik ga. Nee, hij moet. Het is wel even een procedure wat hij moet doen. Maar hij doet het wel allemaal zelf. Ja, en hij wil ook niet dat zijn vrouw hem helpt. Kijk hoe mijn rolstoel is. Je ziet die hendels niet. Ja. Klap alles in. Daarmee bedoel ik, moet me niet duwen. Hij wil niet. Ik wil niet geduwd worden. Nee, man, ik snap het, man. Sterk maar van je, man, bro. More power to you, man. Ik zou het heel erg tof vinden om te zien, als jij bijvoorbeeld echt gewoon een tournee maakt door de Benelux. En jouw verhaal vertelt. Ter inspiratie van degene die aan wie het vertelt. Ja. Ik denk dat het noodzakelijk ook is. Vooral in deze tijd. Ja. Want je ziet mensen, je weet toch, ze doen bikkel in het leven. Ze gaan zo van die mat af. Heel snel. Weet je, ze zijn fragiel tegenwoordig, brother. Ze kunnen nergens meer tegen een stootje. Ja. Dit wat wij allemaal hebben meegemaakt in het leven, brother. Ze zouden lang didden zijn. Mm-hmm. Allang hadden ze zelf, weet ik veel wat. Of Smokkelman, weet je. Of Kiris Revi, of. Begrijp je? Mm-hmm. Maar daarom gaan ze ook snel weg nu. Je ziet het. Daarom gaan ze ook snel weg. En daarom het verhaal wat jij hebt en wat jij kent, hoe jij Libby kent. Ik denk dat ze wel een iets wat direct aanspreekt voor de mensen die nadenken. Ja. Je hebt niks aan mensen die niet nadenken. Want die gaan sowieso van die mat af. Maar de mensen die wel nadenken. Ook als je denkt van, mij overkomt het niet. Je hoort zelf wat hij net zegt van. Ik weet niet hoe het komt. Het is gewoon gekomen. Dus het is niet van, je hebt slecht gegeten of je hebt dit gedaan. Nee, brada. Ja, het kan gewoon. Siki gaat niet met visie of met kleur. Het is gewoon bam, you abing klaar. Yes. Nu, zoek het uit. Weet je, kijk maar hoe je ermee omgaat. Ja, man. Ja, precies. Dat zeg ik ook. Ziekte kent geen kleur. Ziekte discrimineert niet. Nee, man. Het is gewoon kan iedereen overkomen. Ja, man. En het is maar wat jij ermee van maakt, weet je. En dan nu de dag van vandaag, dat jij voor jezelf hebt besloten om, je weet toch, te gaan investeren in je move to balance concept. Heb je ook gewoon kleding laten maken, hè? Je bent ook producent van kleding. Zeker. Nou ja, zoals je ziet, weet je. We rocken allemaal die move to balance. Imsabi, weet je, ook Winston zijn boek, weet je, zie je ook van. Hij is ook echt een move to balance gear soldier. Hij is echt altijd. Hij loopt alleen maar in move to balance. Juist. Ja. Weet je, ik ben. Eigenlijk is het ook weer anders gegaan. Is dat je bezig was op het gym. En. Je weet, anu alla pirtivina lafu, begrijp je? Dus voor de mensen, niet elke glimlach is een gemeende glimlach. Juist. En altijd heb ik een beetje het idee, de sportschoolhouders, ze zijn niet zulke, hoe zullen we het noemen zonder dat we een heleboel mensen tegen de schenen doen? Ruimdenkend. laten we het daarop houden. Ja, ruimdenkend. Weet je? En altijd zie je toch van, wanneer jij jezelf bent en je bent een krachtige persoonlijkheid, dan ben je heel snel een bedreiging voor de mens. En dat merkte ik ook daar zo. En eigenlijk begonnen ze met te stimuleren door te zeggen van, hé, jullie blakkers lijken veel op elkaar, terwijl
is maar zelf ook met een blakka man, denk ik van ja. Wat heb je het over? Ja. Maar ja, dat weten we ook uiteindelijk, weet je. Omdat je naast iemand ligt, betekent ook niet dat je er echt van houdt, hè? In de building! Je snapt me toch? Hoe kom je opeens met die punchline, man? Ja, maar snap je, dat is dat ding toch gewoon. Want kijk, je moet zo zien, als jij al 10 jaar met een blakke man gaat, hoe kan jij dan nog steeds roepen van, ja, want jullie lijken zo op elkaar. Weet je? Weet je, dan denk ik bij mezelf van, hey, en ik zie gewoon van, you loop you masra, maar you no loop den blakke man gewoon. Klaar, begrijp je? Nu moet jij shirtjes, je moet dit gaan drukken om te herkennen. Dan weet ik ook niet zeker of je echt wel van je man houdt dan, als je zo praat ook. Dat is deel 3, snap je? Want ja. Misschien is een stukje in die ego van die Atti, van die smart, die wel van die kill houdt. Tot een bepaalde zekere hoogte, maar vanaf daar denk ze misschien zelf... Ja, je weet hoe het gaat. Kijk, broer. Ja. Uiteindelijk, als je toch bepaalde dingen checkt, dan zie je toch gewoon van... Een cultuurkloof is toch iets heel groots, weet je? En dat jij elke vakantie naar Spanje wilt en naar Turkije, of je wilt naar Suriname, of je houdt van Surinaams eten. Of dit ja, dat zegt niks, hè? Dat zegt niks dat nee, jij dat, niet... Dat weten we jou inmiddels wel, toch? En dat zegt niks. Dat zegt totaal niks, broer. Twee culturen op één kussen zit een duivel tussen. Ja, ja toch? Is moeilijk, snap je? Maar het was wel gelijk mijn stimulatie om te gaan zeggen van, hey, oké, weet je wat, ik begin. En ja, de perfectionist die je bent, je begint met t-shirtjes, het logo nog zoekende. Juist. En, ja. Ondertussen komt Vechtershart, kom langzij. Mijn acteercarrière begint. Ja, ja. Ja, begint mijn acteercarrière. En eigenlijk, ja, dat loopt dan allemaal samen. En dan gaat het eigenlijk in een stroomsnelling. En dan zie je van, hey, 2017, zomer, gooi ik eigenlijk mijn eerste fotoshoot eruit voor de kleding. Mm-hmm. En heb ik eigenlijk een hele collectie kinder, dames en heren. Bam. Ja, begint hij. En als mensen zeg maar willen checken van wat je allemaal hebt gewoon als kleding. www.movetobalance.nl, daar zijn we. We hebben alles voor jullie, man. En die 2, is het gewoon nummeriek 2 of die, TO? Nee, is nummeriek 2. Oké. Nummeriek 2, zoals hij gewoon hier staat. Ja, maar 2. We moeten even duidelijk zijn toch voor de mensen nee, die niet weten, toch? 2. En voor de mensen die altijd zeggen, ja, we zijn geen nummer 1, hij is nummer 1. Maak je geen droge droom, dat komt allemaal goed, snap je? Juist, man. Dus zo begon het eigenlijk dan. De kleding een beetje spelenderwijs, dat ding doen. En dan ga je het eigenlijk steeds ontwikkelen. Want we begonnen eigenlijk met groot geschreven, Move to Balance. En dat je een boogje zo eromheen. Mm-hmm. En dat is leuk als Winston die filmpjes gaat sturen aan je. Maar bij Winston zie je echt... Je ziet die hele collectie zie je gewoon. En dat is mooi, weet je. Van groot geschreven met een boogje. Dan ging het boogje weg, had je alleen Move to Balance. Toen werd het Move to Balance, werd het klein. Toen werd de tweetje, die was toen die kleine 2, zoals hij bij de Move to Balance, bij die kleine zo was. Was die kleine 2, werd die groter en toen zo, weet je. Dus je ziet... Nou, is geëvolueerd. Evolueert. Eigenlijk elk jaar kwam je steeds met iets anders. Doop. Weet dope. Je, dan zwart, oranje. Maar dit is echt gewoon de kleur, weet je. Dit is gewoon Move to Balance, zwart, oranje. Dat is, nice. Dat is gewoon echt Move to Balance brand. Nice. En Winston, heb jij ook nog een wat toekomstplannen? Zijn er dingen nog die je graag wil doen? Want je hebt een boek geschreven. Heb je wel zoiets van dat je nog iets wil doen wat erop aansluit? Of? Nou, weet je meestal, degenen die het al hebben gelezen zeggen dat er een deel 2 moet komen. Veel mensen hebben het in één keer uitgelezen. Ja, tuurlijk. Ze vonden het heel goed, ze moeten deel 2 komen. Dus, maar dan moet ik eerst inspiratie vinden en dan komt het. Af en toe komt er eventjes iets... Maar ik heb nou geen tijd nog. Maar je moet nog ook verwerken, weet je. Net ben je begonnen met hetgene eigenlijk van dit, weet je. Om nu weer te gaan zeggen, overspringen, dan vind ik, dan sla je eigenlijk hetgene waar je nu van moet genieten, sla je weer over, weet je. En sowieso doe ik mee aan de wandelevenementen. Wanneer is je eerst volgende? April. In april? Ja, Johan Cruijff loopt 14 kilometer. Gruwelijk, man. Dan ga ik rollen dan. Dus, zie je, dat bedoel ik. You've got to move to get into balance. Jij bent gewoon topfit. Je hebt alles heb je goed, maar je gaat niet. Zie je? Kijk naar die man. Hij kan niet, maar hij is daar. Dus dat, man. Dus snap dat stepje game, man. Snap je? Heren? Kom uit je bed. We gaan eruit zoals hoe we erin zijn gekomen, man, bro's. Je weet toch, want die tijd zit er echt weer op. Helaas, ik kan echt nog met jullie willen zitten, man, bro's. We zijn nu al klaar. En we zijn al klaar, man, bro. Ik moet nog meer vertellen, jongen, brother. Shit. Jongens, is er nog een shout-outje die je wil geven, man, Zakaria? Broer, weet je,
Jongens, jullie zien het. Het leven, fast money. Je gaat snel dood ook. Werken, werken. Iedereen wil veel geld, maar niemand wil hard werken ervoor. Je weet toch? Die straat in Libië is hem niet. Je familie, iedereen heeft last. Je mensen om je heen hebben last. En je gaat het niet redden. Of je gaat dood of je gaat naar de gevangenis. Ik kom eraan, stay tuned. A lot more to come. Dus dat man. Winston, wil je nog een shout-out geven, man broer? Ja, shout-out naar mijn dochter Priscilla. Mijn zoon Anthony. Hey. Mijn zoon Jason. En Jason is basketbalteam. Hey, vanavond moeten jullie winnen, man. Papa kan er niet bij zijn vandaag, weet je, want hij heeft druk met zijn boek. Oh ja, ik koop mijn boek, alsjeblieft. Ja, toch? 19 dus euro. Alhamdulillah. Ja, toch? Ja, ja. En natuurlijk moet je niet je vrouw vergeten, hè? Een shout-out te geven. Oh, shout-out naar Esther. Ja, en man. Shane. Esther en Shane. Shane is ook hier, sorry. Gruwelijk, man. Nee, maar zijn vrouw is echt zijn steun en toeverlaat. Ja, ja vrouw toch? Is echt... hè? Ja, ja, ja. Zijn vrouw is echt zijn steun en toeverlaat. Ja. Ze ride or die. Oké, dan. Ja, man. En ik wil een shout-out geven aan mijn partner in Shine, Elias. Ik wil een shout-out geven aan Akdeton, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere. All over the land of the Dutch. And remember, we cannot be touched. Het is de nummer 1 NL hip-hop podcast, de Doofpot. Waar er in niemand anders dan behalve in onszelf geloofd wordt. All praises due to the most high, my man. Ja, man. Winston, thank you for coming. Zakaria, salam alaikum. We gaan het doen. Ramadan, je weet zelf, man. Of je weet helemaal niks. We in the motherfucker. Fucking build it! Ja, man. Sowieso wil ik een shout-out geven van die boys in Holendrecht. Holy, ik was laatst daar. Ja, ik had het gehoord dat je daar was. Ja, toch? Ja. Ja, man, bro. En shout-out naar Just Me. Shout-out naar Mika. Mr. Solo. Ja, man. Franklin was good. Nasru was good. Ik zie jullie snel, man. Nee, voor Nasru. Ja, toch? Ja. Shout out naar Holy, man. Ochtendhof. Ik kom zo. Ik ben zo dat. Snap ik bedoel, bro? We zijn all over, man. We zijn connected, man. Wat denk nee, je nou? Nee, sowieso, man. We zijn Amsterdammers, man. Doe rustig, man. Die AMC is precies daar. Doe rustig, man. Rustig, man. Die AMC is precies daar, man. Dat zeg ik. Weet je, het is, mensen weten niks. Ze denken van je bent... Kijk, ze zien je online of ze denken dat je kiekeboe spelen, maar... Als ze diep kijken, dan weten ze niet eigenlijk van, hé, waar komen deze mannen eigenlijk echt vandaan? Deze mannen kennen Van Santhof niet echt gewoon. Die smokkelmangs prikjes gewoon, je gaat naar school, die mama joekie gewoon, hé, toch? Maar wanneer ze weten, gaan ze weten dat ze rustig moeten doen. Dus dat man, bro. Major love. Urs. Testing my mic, 1, 2, 1, 2. A 1, 2, 1, 2, a 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga to pop 4, 5 clips. On any squad thinking I won't, all I do is catch bricks, I'm raised by the hood, get done know. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad teams speak more than one floor. Deadly combo, call me Ambo. Move in my gun blow. Brah!